bijvoorbeeld Laura Pausini hier is. Laura Pausini. Als dochter van een Italiaanse barpianist was ze van jongs af aan al bezig met muziek. Maar niets wees erop dat ze ooit een internationaal gevierd zangeres zou worden. Tot ze begin jaren 90 een verpletterende indruk maakte tijdens het muziekfestival van Sanremo. Totaal niet gewend aan alle aandacht nam een verlegen Laura de hoofdprijs in ontvangst. Betekende meteen haar doorbraak. Het nummer Solitudine werd een wereldhit. Talloos zijn de nationale en internationale erkenningen die ze kreeg. En ook haar volgende platen werden zonder uitzondering een succes. In 1996 viel haar de voor een Italiaanse hoogst denkbare eer te beurt. Ze trad op voor de paus. Pausini, met ons land heeft ze een bijzondere band. Holland for me is the first country outside Italy. Give me the opportunity to become famous outside Italy. So for me is a special place in my heart. Inmiddels zijn we meer dan 20 miljoen verkochte platen verder en is de populariteit van Laura Pausini onverminderd groot. Natuurlijk gaat ze zingen, maar omdat ze precies begrijpt waar we het vanavond over hebben, wilde ze eerst graag even iets tegen u zeggen. L'UNICEF può sempre contare su di me, perché i bambini possono sempre contare sull'UNICEF. Milioni di bambini in tutto il mondo non possono fare a meno dell'aiuto dell'UNICEF e l'UNICEF non può aiutarli senza il nostro contributo. Diventa anche tu membro del movimento nazionale internazionale dei sostenitori dell'UNICEF. Persone che vogliono bene ai bambini. Aiuta l'UNICEF ora. Telefona al numero 0800 1133. Thank you well. Maar met alleen zo'n warme aanbeveling nemen we geen genoegen. En dus is hier Laura Pausini met het nummer waarvan de titel in het Nederlands betekent: blijf toch vooral luisteren. Resta in ascolto. Laura Pausini. Yeah.
c'è alternativa a me. Non c'è. Ogni tanto penso a te. Può succedere. Grazie. Thank you very much. Grazie. This is the band. Thank you very much.